om vanmiddag iets te mogen zeggen over jouw werk. Ik heb dat ook in mijn voorwoord, heb ik dat al onder woorden gebracht. En ik begin maar met dat wat altijd gebeurt als ik werk van jou zie. Er verschijnt dan bij mij een glimlach in mijn gezicht. En waarom is dat nou? Omdat ik in de werken zoals jij ze schildert, en men noemt dat naïef, maar naïef heeft helemaal niet een negatieve klank van simpeltjes en eigenlijk een beetje dom. Nee, dat dacht ik niet dat je was. Nee, maar in het naïeve hoor ik eerder iets wat je ook over de Vlaamse primitieve hoort zeggen. Dat zij met een heel bijzondere manier kleur geven. Nou, en in die zin sta jij in een hele lange traditie van mensen die gefixeerd kunnen raken op beelden, details. En met een zekere lieve smaak voor leven in hun mond, daarnaar kijken. Men noemt dat ook kinderlijk. En als ik dan nog eens terugdenk aan, en vooral terugkijk en blader in jouw prachtige boek, wat Nadia heel mooi onder tekst heeft gebracht, laat ik het maar zo zeggen. Ik ben even een zin kwijt. Ja. Ja, dat komt door die telefoons, waarom zet je die toch uit? Ja, maar het is te laat, Theo. Ik was steeds over die kleur. Je kunt geboeid raken door kleuren. Je kunt geboeid raken door details. En in zekere zin is dat een werk waardoor je je eigen tederheid, die er is in de dingen, maar die er ook is in jezelf, die wordt wakker geroepen. Ik denk dat het dat is waarom ik dat eigenlijk zo mooi vind. En er komen twee aspecten bij, en daar hebben jullie mij een keer heel uitgebreid en uitvoerig, niet lang, maar intensief over verteld. Je kijkt niet alleen zelf zo, ik neem aan dat Wendy meekijkt met jou, want als jullie hier schildersbijeenkomsten hebben met mensen, dan zijn jullie helemaal in de war, in de goede zin van het woord, omdat je merkt dat door dat kijken, wat je mensen leert, ze ook anders naar zichzelf gaan kijken en naar elkaar. Dus daar gebeurt wat onder mensen. En dat is jullie een grote vreugde als je hier bent. Hè? En je zegt van, wat er toch allemaal gebeurt onder mensen. En men wordt vertrouwelijk met elkaar, wisselt uit dingen die nodig uitgewisseld moeten worden, maar waar het meestal niet van komt. Dus die processen die worden door dat oorspronkelijk kijken, worden die bewerkt, opgeroepen. Nou, daar wil ik je van harte mee feliciteren, dat je zo kunt kijken. Dat je in zekere zin kinderlijk kunt kijken. En van de psycholoog Erikson staat geschreven dat die mensen het meest gezond kunnen leven die het kinderlijke, het kind in zichzelf, niet vermoord hebben. Dus jouw manier van werken nodigt mensen uit het kind in zichzelf niet te verstoppen, maar in zekere zin daar opnieuw een oorspronkelijke vreugde aan te ontleden. En het is met heel deze woordenvloed dat ik eigenlijk, maar ja, ik heb nu geen zeggingskracht meer over de titel. Ik had zelf een andere titel gekozen. Nee, de ondertitel mag blijven staan. Hè? En ook wie het geschreven heeft, daar gaat het niet om. Nee, maar ik dacht,
Je had het moeten noemen. Kijk. Kijk. En ik kom daarop omdat er een Vlaamse dichter, Paul van Ostaaien, is geweest, die ooit een gedicht heeft geschreven waarin dat kijken, laat ik zeggen, het grote thema is. En ik lees dat gedicht voor en daarmee is jouw boek, wat mij betreft, ten doop gehouden. Het gedichtje heet Mark groet morgens de dingen. Dag, ventje met je fiets op de vaas met de bloem. Ploem, ploem. Dagstoel naast de tafel. Dag brood op de tafel. Dag visserke vis met de pijp. En dag visserke vis met de pet. Pet en pijp van het visserke vis. Goeiedag. Dag vis. Dag lieve kleine vis. Dag klein visserlijn mijn. Heel veel succes met jullie. Als je zoiets hoort, dan kun je in feite niet zoveel meer uitbrengen. Het is heel goed om te weten dat jullie hier verzameld zijn. De aanleiding was dat ik 60 jaar zou worden en het feest wat ik zou willen vieren, liever vandaag zou doen. Dus ik ben 18 mei 60 geworden. Maar ik wil ook zeker niet in de laatste plaats vermelden dat mijn moeder inmiddels hier aanwezig gelukkig nog tussen ons is. En die zal ik dan nog bij deze het eerste exemplaar willen overhandigen. Als jullie het goed vinden, wil ik even naar de toe gaan. Ja. En dan zal ik nog even. Erbij. Ja. Ja.